Oké, goed. We beginnen met de eerste 6. Oeps. Oké, hartstikke goed. Kom er maar af. Dan wil ik je dus weer vragen hoe het nu tijdens deze test, hoe zenuwachtig je was. Oké, nou, je mag omhoog klimmen. Waarom deed ik hier ook alweer aan mee? Goeie vraag. Oké, Irene, je kan nu op de grepen plaatsnemen. Stap maar over, je bent gezekerd. Dan ga ik jou hier de pijlen geven en dan kan je gewoon starten met gooien. Op een gegeven moment ging het wel, op een gegeven moment kreeg ik speethanden. En dan werd het steeds moeilijker om die greep vast te houden. En dan werd het ook wel redelijk zwaar, want ik stond niet heel erg comfortabel. Omdat ik niet echt heel blij was van de hoogte waarop ik stond. Dus dan op een gegeven moment dan, ja, dan wordt het wel steeds moeilijker om goed vast te blijven houden en goed te concentreren om zo hoog mogelijk een score te behalen. Maar ik denk dat het wel redelijk goed ging. Dit waren de laatste pijlen. Dan mag je langzaam terug proberen te klimmen naar de ladder. En rustig naar beneden gaan. Ik denk dat ik mezelf wil bewijzen. Sowieso ten opzichte van mezelf en ten opzichte van alle mensen hier dat ik het kan. En dat ik geen watje ben. En gewoon de drijf om te laten zien dat ik het kan. Ik denk, ja, op die ene pijl na die in de spotten is beland, dat het wel redelijk goed ging. We hebben eigenlijk de hartslag eerst gemeten toen je hier een beetje stil stond, een paar minuutjes. En toen was je hartslag 69. En zodra je ging darten op het eerste bord, wat dus gewoon op de grond staan was, ging je hartslag niet zo heel erg veel omhoog. 4 slagen, maar naar 73. Op het moment dat je op de muur klimt, gaat je hartslag wel een stuk omhoog. Dan zie je dat je hartslag naar 104 schiet. Als je boven staat te wachten op die ladder, die 2 minuten nadat je boven bent aangekomen, dan gaat je hartslag eigenlijk vrij snel weer naar omlaag, naar 73. En ben je weer op hetzelfde niveau als dat je beneden stil stond. Dus we kunnen eigenlijk concluderen dat ook als je aan het darten bent op een grotere hoogte, wat voor jou eng is, want je hebt hoogtevrees, begreep ik, dat jij eigenlijk daar niet zoveel last van hebt. Ondanks dat je aangeeft dat je ontzettend nerveus werd. Ik had wel echt klamme handjes. Maar dat kunnen wij dus niet terugzien in je hartslag. Oké. Jij lijkt daar op een of andere manier dan toch controle over te hebben.